Johan Jozef Maximiliaan Graaf Kinski von Kinitsch und Tetau, geboren 13 oktober 1705 in Burgstein, gestorven 17 oktober 1780 in Praag. Johan Jozef Maximiliaan Graaf Kinski von Kinitsch und Tetau, geboren op 13 oktober 1705 in Burgstein, is een typische vertegenwoordiger van het aristocratische ondernemerschap dat is voortgevloeid uit het mercantilistische economische beleid van het 18e-eeuwse absolutisme. Onvermoeibaar brengt hij de economische beleidsprincipes van het absolutistisch centralisme op zijn landgoederen in de praktijk. Met tal van oprichtingen in bijna alle gebieden van de productie zoekt hij een soort industriële modeleconomie, een economische microcosmos. Daarnaast neemt hij deel aan de uitbreiding van het wegennet en bevordert hij de handel. Het is opmerkelijk voor zijn tijd dat hij de landerijen van zijn voormalige pachtboerderijen... in Haida, Burgstein en Piel gelijkmatig liet verkavelen... en de kavels aan geselecteerde personen verpachtte voor gebruik... voornamelijk aan de arbeiders van zijn bedrijven. Ook schaft hij het nog bestaande onbezoldigd werk af. Zo probeert hij het werk te koppelen aan het winstbejag van de ondernemer... in het belang van iedereen. Tot zijn beroemdste oprichtingen behoren de katoenfabriek in Shoyka... En de destijds wereldberoemde Spiegelfabriek in Welniets. Eerst genoemde fabriek is als centraal punt geïntegreerd in een verrijkende textielindustrie. Die bestaat uit de handel met de grondstof katoen, de verwerking in de fabrieken en de verdere handel in de daaruit geproduceerde textielproducten in het hele Hongaars-Oostenrijkse gebied. Opmerkelijk is hier dat deze textielindustrie niet gebaseerd is op de in het land beschikbare grondstoffen. Maar uitsluitend op de arbeidskrachten van de bevolking. Dat is nieuw. Beide bedrijven hadden tot 2000 werknemers in dienst. Met de Spiegelfabriek zette Graaf Kinski de bestaande glasproductie en verwerking voort. Dit was al door zijn voorouders ingevoerd en aangemoedigd. De ruige en grondstofarme regio, die door de slechte klimatologische omstandigheden onvoldoende geschikt was voor de landbouw, beschikt over uitgestrekte bossen. De bossen bieden hout als energieleverancier en potas als grondstof voor de glasproductie. Zand, een andere belangrijke grondstof, is ook in overvloed aanwezig. Bovendien had het in bohemen geproduceerde glas sinds de uitvinding van krijtglas, het zogenaamde boheemse kristal, door de glasmeester Michael Müller van de glasfabriek Helmbach in Winterberg, Wienperk, in 1683, een hoge kwaliteit bereikt. Die qua helderheid vergelijkbaar is met loodkristal. Graaf Kinski breidt deze industrietak uit. Hij haalde glasspecialisten uit Nuremberg, Furt, Napels en Ferrara en zorgde voor de opleiding van de lokale bevolking en de Lutherse arbeiders, die door de welvaart van het land hierheen waren gekomen. Naast de productie van spiegels richtte hij glasparelfabrieken op en bevorderde hij de verwerking van hol glas. Vooral het gebied rond Haida is hier te noemen. Heida, pas gesticht in 1702 als dorp rondom de Heidaer-Meijerhof, ontwikkelde zich zo snel door het economische beleid van de graaf: beschikbaar stellen van land, bevordering van de grasproductie en veredeling door het aantrekken van geschoold personeel, aansluiting op de snelweg van Jung-Boenslau naar Praag, dat het al in 1757 stadsrechten kreeg van keizerin Maria Theresia. Toen Kinski. Op 17 oktober 1780 stierf, liet hij een ordelijk economisch succesvol land achter. Hoewel sommige van zijn bedrijven op de lange termijn niet levensvatbaar bleken te zijn, zoals zijn in 1767 geopende fabriek, waar hij een nieuwe manier van leven en werken zocht, leverde hij zeker een belangrijke bijdrage aan de boheemse glastraditie door de glasindustrie in de regio rondom Haida te ondersteunen en te promoten.